En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. Ik ben uw gast, ja, jullie hier samen met... Rick. En iemand die totaal niet bij Bayotaan hoort, maar hier toch zit. Ronald. Wat doe je hier? Kom achter na de intro. Dus nadat we die intro hebben gehad en Ronald zijn zegje hebben gedaan, gaan wij door naar de vragen. Toch Rick? Dat hoort toch bij mijn Vraagje Vrijdag? Is dat een vraag voor Vraagje Vrijdag? Al de eerste vraag 1. Hoort het bij Vraagje Vrijdag dat we vragen doen? Ja. Hoort dat erbij, Ronald? Ja, bedankt. We gaan door. Wat vind je daar nou van, Rick, dat ik dat doe? Ik vind het een beetje onbeschoft, maar het is wel grappig voor de video, dus ga maar door. Zo, moet ik mijn gasten zo behandelen? Ik reageer niet. Zou ik... En de volgende vraag is aan Bardo gesteld, maar die mogen wij dus beantwoorden. Oh, dat vind ik cool, vind ik cool. Dat vind ik ook heel cool. Oké, Bardo, de vraag is aan jou. Wanneer kom je terug op Veronica? En dat mag Bardo natuurlijk niet beantwoorden, dus wij gaan dat beantwoorden. Dus... vanaf volgende week is hij weer te zien op Veronica. Met de kansloos, toch? Veronica heeft tegen mij juist gezegd dat het zo erg tegenviel dat ze het nooit meer willen uitzenden. Ook niet tegen betaling van Bardo. Ik denk ook niet dat hij terugkomt. Wat vind jij ervan? Dat zal het vast zo zijn, want ik vond het ook een kut aan. Ja, maar wat vinden jullie nou echt serieus van kansloos? Want natuurlijk iedereen vindt dat kansloos eigenlijk best wel kansloos was. Maar wat vind je nou eigenlijk heel eerlijk, zeg maar? Als Bardo hier niet stond, wat vond je er dan van? Het idee was leuk, maar ik vond het af en toe, zoals die man die heet het zo saai zat te praten, vond ik echt helemaal niks. Verder vond ik het wel grappig. Doe je dat nou omdat Bardo erbij staat? Of? Ja, toch wel. Ja, want anders pakt hij je toch wel, hè? Ja. Anders ben je toch wel de Sjaak. Nou, jij bent gewoon heel openlijk. Bij jou kan ik het gewoon eigenlijk altijd vragen, ook al is Bardo erbij. Dus ik verwacht een eerlijke mening. Ja, het probleem met kansloos was, ze namen zichzelf altijd heel erg alsof het kut was. Maar als je nou een goed programma hebt, je maakt wel even die mensen het afkraken van oeh, het is echt kut, dan is het grappig. Maar het was ook echt kut. De mensen die afkraken van oh, ze had een kut aflevering, die omaatjes, weet je wel. Maar ze hadden gewoon gelijk en dat maakt het minder grappig. Het ergste kan me heel erg vinden, Rick. De omaatjes leken mij wel trouwens heel erg op de twee Muppets in de Family Guy die deed daar bovenaan liepen te zeiken. Vind je dat ook? Ik heb eerlijk gezegd nooit Muppets gezien. Ik zei Muppets, zei ik Family Guy? Je zei Family Muppets. Guy. Ja, Muppets, je bedoelt Muppets, Muppets uit de Muppet Show. Ja, uit de Muppet Show. Ja, die bedoel ik. Wat vind je van het feit dat Brian dood is? Dat is een goede vraag. Oh, dat is ook laatst gebeurd. Weet je er vanaf? Serie is officieel verneukt. Hoezo vinden jullie dat? Ik vind het wel leuk, maar ik denk dat hij ook wel weer terugkomt. Waarom doden ze niet Meg? Brian heeft zoveel eigenschappen die belangrijk zijn. Terwijl Meg het enige wat Meg doet is aanlopen. Iemand staat er in de gezicht en zegt shut up Meg. Die voegt meer veel minder toe dan Brian. Had Meg doodgemaakt. Ik zal het even duidelijker voor de kijkers. Brian is zeg maar de hond uit Family Guy en die is dus gestorven in de laatste episode. Maar ik denk eigenlijk zelf dat als ze Brian weghalen dat Family Guy eigenlijk wel wat minder wordt zoals jij al zegt. Maar ik denk dat hij uiteindelijk wel terugkomt. En ja, ik kan niet zomaar een serie zo door laten gaan. Bijvoorbeeld, oké, stel, jij hebt een serie met David en met jezelf. Ja. Want anders kan ik je er niet bij gebruiken bij dit voorbeeld. Ja, ja. En die serie heet David en Ronald doen Minecraft. Ja, oké. Wat wil je nu zeggen? Als David weggaat, dan is de Ronald doet Minecraft. Precies, dat is niet... Ja. Dat maakt de serie gewoon niet meer af, hè? Dat is gewoon een verandering van de serie. Dus ik denk dat hij nog wel terugkomt. Ik heb een hele goede vraag hier binnengekregen van een kijker. En de kijkersnaam is Anes. Anes Noor. En Anes Noor stelde de vraag. Wat zou je doen, of eigenlijk wat zou er gebeuren als David voor één week Bayotown over mag meenemen en Bardo voor één week DDG over mag nemen? Gaat het dan echt een Bayotown stijl worden op DDG? Ja, nee, dat is dus de vraag aan jou. Ga ik dan ook naar Bayotown? Nee. David neemt Bayotown over en Bardo neemt DDG over voor een week. Ik ga dan officieel staken. Want wie wil nou Bardo als fucking leider? Nou, wij misschien. Ik denk dat als Bardo DDG overneemt, de helft van de geplande video's niet online komen. en als David Bayard aan overneemt, dan komen horen de twee video's per dag online te komen en dan komen er vijf online. Dan wordt het overproductief van, wat is deze? Die video zag ik niet aankomen. Dat denk ik. Dus eigenlijk, de beste combinatie is denk David en, David en Bardo gewoon samen één kanaal. Die een kind krijgen. Hoe gaan ze dan die kind noemen? Dat kind. Ga je me nou verbeteren? Hoe gaan ze die kind noemen? Hoe noemen ze die kind? Ik zit een fusie te zoeken van de namen zoals Dardo ofzo. Bardovit. Wil de cameraman alsjeblieft zijn mond dicht houden? Bardovit, ja dan. Bardovit. Ja, nou, en jij? Hoe zou je het noemen? Hoe zou je het noemen? Het. Je bent echt een vieze lul, zo zou ik het noemen. Gewoon Jordi is een vieze lul. Jordi, je hebt ook een vieze lul, je bent er ook nog eens een. Ik heb niet gewassen, nee. Al een tijdje niet meer.
Ik heb ook niet het gevoel dat ik hem moet wassen, zeg maar. Het voelt voor mij aan gewoon goed, weet je. Ja, heb je dat ook? Als niemand anders moet te zien behalve jij, waarom zou je hem wassen? Voor ja, was precies. Voor wie was je hem dan? Ja, misschien voor die momentjes in die ene film. Welke film nou weer dan? Oké, leg eens uit. Welke film? Heb jij dat niet? Welke film? Nee, ik ga niet over mijn film praten. Ik wil nu over jouw film praten. Of welke? Waar heeft hij het over? Dag Rick. Ik zal even snel een grappig verhaaltje vertellen. Iets wat jij misschien nog niet weet. Maar Bardo heeft zijn eigen Pornhub-account. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een banjo-movie op Pornhub geüpload. En die werd geweigerd. Waarom? Dat weet ik dus ook niet, maar blijkbaar is Banjo Movie zo slecht dat het niet eens op een porno kanaal kan. Misschien moet ze een afvalvlog proberen. Wat vind jij? Zou jij dat doen? Zou jij dat doen? Nee, ik ga mezelf niet op Pornhub zetten, of wat voor een porno website ook. Ik denk dat die bij jou nog geaccepteerd zou worden ook. In ieder geval, nou Ronald loopt weg. Rick staat hier weer. Ja, Rick loopt hier weer. Staat hier weer. In ieder geval, vond deze leuk dan een groen duimpje? Dat is dit duimpje maar dan groen. Dat duimpje maar dan groen. Willen jullie maar abonneren de volgende keer. En de volgende keer zijn we dan terug met een nieuw Vraagje Vrijdag. In ieder geval, tot dan. En houdoe. Bitches.